Yo mensen, groen van DNB en heel een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met, oh jawel, vandaag ben ik hier met een fantastische nieuwe video. Oh, wat fantastisch. Mijn tweelingbroer heeft namelijk een Team of the Season gekregen. Het is ongelooflijk. Ik ga hem gelijk laten zien. Ik ga gewoon niet te veel zeuren. Ik ga hem gewoon gelijk laten zien. Geen gezeik. Kijk nou, Charlie Kirk. Proef Kirk. Gadverdamme. Besef even, Raoul heeft hem geëdit met een snorretje en een baard. Dan ziet hij er zo uit. Oh mijn god. Ik ben dit letterlijk, als ik zo kijk. Dit is wel... 2 druppels water. Alleen is hij wel een ginger en ik niet. Maar voor de rest is het echt exact hetzelfde. Hij heeft mij 13.000 munten gekocht. Is niet heel veel. Niet heel veel. Ik ben benieuwd hoe hij speelt. We hebben in mijn fantastische team toegevoegd. Ik heb Darius gekocht. En voor wat heb ik gekocht? 2,3 miljoen. Nou, gaan we eens even kijken. Hè? Ah. Dat is lekker. Hij is nu 1,9. Dat is een nette 400k, 450k, plus nog even tax, 100k. 500k los. Uitstekend gedaan. Helemaal niks mis mee. Vind ik echt helemaal niks mis mee. Premium trades van Koen. In ieder geval, mijn team ziet er zo uit. Ja, ik moest hem linken, dus vandaar heb ik deze gast. 1700 coins, Smith Brown, achterin. Maar vind je dit een leuke video, doe zeker een duimpje omhoog op deze video. En abonneer op mijn kanaal. We gaan lekker de laatste tijd en laten we dat zeker zo volhouden. Dat zou ik wel lekker vinden, moet ik zeggen. Voor me trouwens nu op Instagram, doe het dan zeker. Ik heb de 190.000 abonnees. Nee, 190.000 volgers gehaald. Ja, is lekker. Ik ga nu onderweg naar de 200.000 volgers. Ja, is ook lekker. 200.000 volgers op Instagram is toch wel een lekkere mijlpaal, moet ik zeggen. Ik post nu regelmatig een raadseltje op mijn Instagram. Dus als je daar aan mee wilt doen, doe het zeker. Want als je je raadsel goed hebt, dan krijg je een shout-out op mijn Instagram. Ik kom gewoon tegen een zilver. Dit is leuk. Ik kom gewoon tegen een leuk team. Dit team is slecht. Hè? Hij heeft 2 icons. En voor mij heeft hij al zijn spelers ingeleverd voor die icon is precies of zo. De rest van het team is slecht. En heb je dan nog een leuke mop? Stuur dan naar mijn Instagram. Want dat heb ik nodig. Want ik ben bijna out of mop. Ik heb inmiddels denk ik al 60. Nou, 40 gedaan of zo. Dat is veel. Kan ik je vertellen. Dat zijn veel moppen. 40 mop. Oké, let's do this. Oh, zie je daar Kirk? Ja. Zo zou ik er dus uitzien in FIFA. Fantastisch, nummer 25. Kirk. Ja, poef Kirk. Gadverdamme. Ik heb uiteraard een hunterkaartje gegeven. Want ja, ik heb geen idee hoe cameras die zelfs werken. Dus ik geef iedereen gewoon hunter of shadow. Ja, pijnlijk maar waar. Helaas. Dikke pindakaas. Oh, Van Dijk. Lekker, jongen. Van Dijk, goed. Lekker. Kirk, waar ben je? Waar ben jij, Kirk? Oh, deze. Jezus. Hij heeft ook 3 skills, wat niet heel raar is. Jij speelt in de 4e Engelse league. Dus je hebt zeg maar de... Wat doet hij? Je gaat niet lieven. Je gaat niet... Nee. Nee. Ja, maar waarom zou je dit doen? Het is net alsof ik tegen de muur praat. Doe tenminste alsof. Maar ik snap wel, hij zag die Kirk en dacht van ik moet weg. Mensen, de eerste pot hebben laten racen omdat hij bang was. En nu op naar de tweede wedstrijd. Ben je trouwens zo dat je denkt van jezus, ik heb wel zin om Team of the Season Packs te openen. Begrijp ik volledig. Ik heb er dus een website voor. Ik wil te goed, heet die website. Echt fantastische website. Dan kan je zeg maar bestel krijgen. Op elke bestelling krijg je korting daarna. Dat is fantastisch. Je maakt een account aan, je bestelt. En dan krijg je te goed punt op die bestelling na. Ik kom tegen teams, jongen. Dat is niet normaal. Wat speel ik? Wat ben ik aan het spelen, jongen? Wat is dit voor team? Ook wel weer vervelend. Want ik wil laten zien dat. Wat is dit nou? Het is een wolf gemaakt van poef! Oh, zo is ze zijn challenge aan het doen, dingetje of zo, denk ik? Nee, maar dit meen je toch niet? Maar waarom, wat is dit nou? Wat ben ik nou aan het doen? Ik kan niet eens een potje squad battles, ja, dat speel ik. Ik kan niet eens een potje divriffs doen. Maar wat voor SBC is er dan? Ja, en mijn contracten gaan wel op. Het moet niet gekker worden. Nou, ik kom weer tegen zo'n team. Het is voor mij echt, zijn ze allemaal challenge aan het doen. Dat je volgens mij, ja, of mis ik een challenge of zo? I'm missing the memo right here. Of zijn ze nog steeds bezig voor die prime icon pack? Maar je gaat nog niet ook leave, hè? Oké, mooi. Hij heeft sperma op de tribune. Oh, wat goed. Kirk, lekker. Maar dit meen je toch niet? Oké, deze gaat gewoon wisselen. Mooi, prima. Wissel maar lekker, jongen. Gaan we lekker potje FIFA spelen. Geen enkel probleem. Gewoon genieten, weet je wel. Waarvoor het gemaakt is. Een lekker potje FIFA. Gewoon lekker potje, lekker potje. Gewoon lekker. Een lekkere hutspot. Balletje op Kirk. Daar gaat hij. Hatsa. En weg is hij. Dat is een goede paas, man. Is Kirk links of rechts? Weet ik niet. Oh, Kirk. Ook verdedigend staat hij zijn mannetje. Ja, ik niet dat ik de bal heb, maar ik denk dat hij links is. Nee, hij is zeker rechts. Hij is absoluut niet links. Absoluut is Kirk niet links. Als één ding zeker is in deze wereld, is het dat je doodgaat en dat Kirk niet links is. Dat zijn dan 2 dingen trouwens. Ik kan goed tellen. Lekker Kirk. Goed gedaan, jongen. Trots. Kirk. Boom. Oh, dit hoofdje. Ons Kirk. Ons alle Kirk. Lala, lekker. Balje op Kirk. Kirk staat vrij. Kirk scoort niet. Hij zit op de paal en hij staat buiten het spel. Niet heel goed gedaan door ons Kirk, moet ik zeggen. Carlos Alberto, die pakt hem ook gewoon niet af. Die Carlos Alberto is zo slecht. Het is dat ik hem gepakt heb en dat ik hem oprecht zonde vind om hem niet te gebruiken. Maar eigenlijk kan hij er geen tips van. Als we heel eerlijk zijn. Maar nu ben ik wel heel eerlijk tegen jullie. Ik hoop jullie dat waarderen. Dat ik heel eerlijk ben. Kom op Douglas. Lekker. Ja, zie hem vrij staan. Ja, Kirk. Met een paasje door. Op Douglas. Douglas op Kirk. Doet die kopbal. Doet die lullen. Kirk. Ja, wat een goal. Wat een goal van Kirk. Oh mijn god. Hij doet het gewoon de dab. Oh. Wat een wereldgoal. Ik dacht, jongen, ik ga nu toch een scorpion kick doen toen ik dat balletje eroverheen schoot. Maar nee, Kirk besloot een kopbal te doen. Dit is goed weggewerkt trouwens. Uitstekend weggewerkt. Wereldgoal. Wat een fantastisch doelpunt. Ons Kirk. Ons aller Kirk. Who needs Neymar? When you got Kirk. Ik moet zeggen, ik heb het gevoel dat ik in divisie 10 beland ben. Want wat is deze tegenstander ongelooflijk slecht, hè, waar ik tegen speel. Ah. Kijk, er staat gewoon 1-1. Oh, paal. Lekker. And every day I miss you more and more and more. Lekker. Kirk gaat diep. Kirk gaat diep, natuurlijk. Kirk, chippy. Nee, Kirk. Nee. Kirk, doe het. Nee. Oh.
jammer. Ik moet zeggen, de loopacties van Kirk zijn zeker niet slecht. Douglas sterk. Dan komt hij, ons Kirk. Natuurlijk 2-0, geen probleem. Ons Kirk hier, kijk wat zijn eigen celebration is. Oh jawel, een lekkere buikglijder. En de tegenstander denkt, ik ben er helemaal klaar mee, wat ik begrijp. Want ik ben onverslaanbaar met ons aller Kirk. Jawel, hij is weg. En dan ga ik toch even kijken of er een challenge is die ik totaal mis. Waar ik ergens de memo mis. Nou, ik zit even te kijken, maar ja, er zijn wel een paar challenges, ja. Ja. Oh, er is weer een nieuwe. Het is net uit, denk ik. Oh, je kan gewoon een icon kiezen. Oh, dat kan uit de tijd, hè. Icon swap, ja. Dat is niet raar. Douglas, 90. Oké. Okay. Ian Rush, 92. Bergkamp, 93. Maradona, 95. Er is geen pack. Er is geen pack. Wat een dramatisch zooitje, zeg. Geen pack. Nah. Oh, probeer maar een pakket. Die heb ik al. Oh. Waar is er al? Oh, die waren er al dan. Laat me zitten. Oké, ik schaam me kapot nu. Nee, ik heb geen idee. Ik durf niks meer te zeggen. Want de kans dat ik het fout zeg is gewoon vrij groot. Want ik heb hier gewoon geen verstand van. Ik hoorde net dat FC Roelie naar beneden ging. Dus ik kan het ook niet aan hem vragen. Maar maakt me niet uit, jongen. Ik heb een free pack. Daar gaat het om. Wat zou ik je willen? Balotelli. Jongens, ik heb mijn Sissoko dus gekocht voor 1.060.000. Wil ik dit zien? Oh. Oh mijn god. Hoe kan dit? 1.2 miljoen voor zijn maximum. Oh, hey, I made a profit. Wat goed, pro-trader, ja. Kijk, heel veel mensen vragen aan mij altijd, ja, Koen, heb je trainingtips en zo. Maar ja, ik houd het gewoon niet voor mezelf, ja. Anders doet iedereen mijn trainingtips, weet je. Als iedereen straks failliet, ja, dat moet je gewoon niet hebben. Hey, ik bedoel, als iedereen straks heel rijk, moet je gewoon niet hebben. Ja, ik kom nu weer tegen een team, dus ze weer niet te geloven. Goh, wat goed, zeg. Halleluja. Hatsa. Kirk heeft hem gewoon, hè. Hop, komt gewoon voor zijn mannetje, geen gezeik. Hop, dan gaat er Mbappé, die gaat diep. En dan geven we daar een balletje en dan is hij weg. En gaan we even kijken, en doen we even zo. Hatsakje deze hier ook weg. Hop, 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 hop. Gaan we even langs. Zo, hop, en dan ja, lopen we gewoon de hele tijd zodat de keeper hem in zijn handen kan pakken. Dat we eigenlijk gewoon voor saus hebben gelopen. Hier ook voor saus in dit stuk beeld hebben gekeken. Maar ja, ik heb dus eigenlijk helemaal niks gedaan. En dan rent hij zo langs die sokken, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Hij loopt lekker met de bal, maar daar is Kirk en die doet gewoon helemaal niks. En dan is daar Van Dijk, die stapt verkeerd in en dan scoort hij op de paal. Dus hij scoort eigenlijk niet. Nee. Oh mijn god, hij scoort een zieke omhaal. Hè? Een zieke omhaal, joh. Scheidsi. Hallo, dank u. Dan weten jullie wie achter de bal gaat staan. Dat is niet Sissoko deze keer, maar het is Kirk. Jezus, slecht. Wat ongelooflijk slecht. Pak de bal. Ik herhaal, pak de bal. Pak die bal af. Pak die bal af. Pak nou eens, jongen, 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 bal af. Pak nou die bal af. Pak nou die bal af. Oh mijn god, dit is toch niet normaal. Hoe kan dit nou? Dit spel is echt zaad. Hij scoort met 78 iconen. Hoe zou ik... Maar hallo, ga ik nog een keer die bal afpakken? Of ga ik gewoon iedere keer de bal afpakken en dan gewoon teruggeven? Door die griep wat nu is. Want als je dat woord zegt, dan krijg je geen AdSense meer. Daardoor zijn alle adverteerders weggelopen. Dat is toch lullig? Maar mensen gaan heel veel YouTube kijken. Mijn views gaan goed en zo. Ik had laatst 60% meer views en 10% minder inkomsten. Nou, daar gaat toch iets helemaal fout, mensen. Douglas, goal. Buitenspel. Wel mooi afgemaakt. Wel mooi afgemaakt. Wel buitenspel. Hey, maar ik speel dus tegen een tegenstander en die kan er echt absoluut helemaal geen tips van. Ik sta gewoon 2-0 achter. Dat is toch triest? Nah. En stapt hij weer verkeerd. Het is echt ongelooflijk. Ik weet niet wat er gebeurt, maar het is echt... Goh, de rest backscore. Ik krijg gewoon een Jantje hier. 3-0, dit is Jantje. Douglas goal. Lekker. 3-1. Heerlijk. En op PE geeft door. De bal geeft Smith Brown. Ja. Oh nee. Kirk! Oh, goed binnengehouden. Uitstekend gedaan. Nou jongen, echt, die Ramos, die zit echt op mijn huid, jongen. Als een fucking mug. Ik word helemaal gek. Ik kom er gewoon niet doorheen. Dat deze gast echt niet goed is. Ik snap er geen reet van. Ja, ik ga echt niet afsluiten met een verlies. Ik ga gewoon een oppot doen. Ik ga gewoon niet afsluiten met een verlies. Dat is echt een dikke. Nou, we hebben gewoon verloren. Gewoon helemaal klaar. Helemaal. En die moker Ramos. We hebben verloren met 3-1. Triest. Omega moker. Tanto Tries. Ik had 1 schot op goal. Ik ben zo slecht. De wereld is mooi. Zo mooi. Ja, hier kan ik nog niet van verliezen. Als ik hiervan verlies, jongen, ben ik zo tanto slecht. Oh mijn god. Nee. Fuck off. Hij liefst niet. Dan heb ik niks gezegd. Dan heb ik helemaal niks gezegd. En wens ik hem een fijne wedstrijd. Dat de beste mogen winnen. Dat ben... Oh ja. Ik niet. Ah. Nou, Laporte op CDM ingebracht. Speel ik nou echt tegen iemand met Laporte op CDM? Het lijkt er echt op, hè? Het lijkt echt alsof ik tegen iemand speel met Laporte op CDM. Diep de bal ligt diep op Kirk. Kirk. Bam. Nee, keeper red. Oh. Kirk, man. Zijn haar lijkt ook gewoon mijn haar. Hier in de game is niet ginger, zoals ik ook niet ben. Oh, ik zit ernaast. Oh, wat doe ik? Waarom stap ik het nou in? Maar Koen, waarom doe je dit? Pak die paas. Nee, ja, lekker. Ah. Hats. Douglas goal, natuurlijk 1-0. Oh, hey, heb je toch zijn gezicht geslagen? Zag u dat? Goed balletje op. Boom, Douglas, natuurlijk 2-0. En daar gaat hij. Hartstikke ideetje, Kenny Douglas, jawel. Toch nog goed afgesloten. Die Kirk, die kan er absoluut helemaal niks van. Koop hem niet, maar toch bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk, doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Adios, amigos. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn en mijn tuin was op.
de trein, maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen, zit sneller voor op FIFA en ging onderweg een tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling. Jantje's vader had 3 zonen, Kwik, Kwek en... Jantje. Leuk.